Het wordt een heel winkelcentrum, dat, hè? Bij die Nederlandse bank. Dus die mensen... Ik heb ooit opgetreden voor de personeelsvereniging van de Nederlandse bank. Oh. En toen daarna stonden we met iemand van de bank te praten. En die zei toen, en dat busje, mijn decor ging busje, het geluid ging in een busje. En zei die, en waar zet u dat busje dan neer? Ik zei, ja, een beetje anoniem op een plek buiten de stad. Zei die, en je woont hier om de hoek? Ik zei, ja, zei die, je kan het ook hier neerzetten. En toen hebben wij het bijna 2 jaar, reden we elke avond bij de Nederlandse bank naar binnen. Oh, ja? Ja. En dat was eigenlijk heel illegaal, dat kon helemaal niet. Nee. Maar dat die man had dat niet. Ja, joh, dat cabaret. Dat was toch cabaret naar, hè? Dat cabaretje. En tot er een keer een nieuwe meneer, toen kwam een nieuwe chef, hoofdparkeerplaatsen. En die zei, wat is dat busje dat er staat? Ja, dat is wel een van de jochie en die heeft een cabaretje. En, dat... en toen, van de ene dag op de andere dag, moesten we weg. Ja, ja dat is ook bij de Nederlandse bank op het parkeer. Ja, het was, ik vind het nog steeds heel grappig dat de eerste 2 jaar van mijn cabaret... dat mijn decor bewaakt is door de Nederlandse bank. Kijk, er hangen al posters, zie je daar. Er wordt voor je geplakt, er hangen posters. Maar het is wel lekker om deze te vervoeren. Hoe doe je normaal? Rij je zelf of word je gereden ook? Ik word gereden door een student. Oh. En dat heeft 2 voordelen. A, leuk, het zijn hele aardige jongens. En B, word ik een beetje bijgepraat met wat er leeft onder de jeugd. En wat er geconsumeerd wordt via de neus. En wat de hitjes zijn. Ja, nou, en wat de trends zijn. Het is goed om het allemaal bij te houden. Dus ik kan het wel een beetje volgen, ja. Mm. Ja. Zonder dat ik zelf hoef te consumeren. Nee, die tijd hebben we gelukkig gehad. Ik heb me er ook nooit aan bezondigd. Jij wel? Aan drugs? Nee. Ik heb 1 keer hashies gebruikt. En daar kreeg ik zo'n droge bek van. Ja. Dat ik er gek van werd. En ik ben wel van wijn en een biertje. Maar ook niet veel. Theater 0. Ook na afloop niet. Nee. Gewoon weg. Ja. Ik heb ook gelukkig geen middelen nodig. En drinken doe ik ook helemaal niet. Ruk ook niet. Dus eigenlijk heel saai figuur eigenlijk. Maar ja. Ja, ik ben eigenlijk heel saai. Ja, zegt er nooit iemand tegen je? Iedereen zegt het wel. Mensen geloven het niet.